De bodem in het Veenweidegebied is aan het zakken. De gevolgen van de bodemdaling zijn deels onomkeerbaar. Daarom werken Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de Friese gemeente aan een visie voor het Veenweidegebied. De visie is bedoeld om het Veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden. Deze maand gaat een tweede serie gebiedsbijeenkomsten van start, waarin samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden gezocht wordt naar de juiste mix van maatregelen. In de nu volgende film wordt uitgelegd hoe het kan dat de bodem van het Veenweidegebied zakt en wat de gevolgen daarvan zijn voor inwoners, bedrijven en andere gebruikers van het Veenweidegebied. Dit is het Frieske Veenweidegebied. Een gebied van zo'n 84.000 hectare van de Friese Marren onder de Meerden in Noord-Eerst-Friesland. Maar het gebied heeft er net altijd zo uitzien en het is ik nog maar de vraag hoe het er in de toekomst uitzien zal. Zo ongeveer zegt het Veenweidegebied er zo'n dik 1000 jaar uit. Een wierd gebied van wetter, moerassen en veenmossen. Johan Medemblik, uw Veenweidegebied-expert, die weet er alles van. Dus zo zegt het gebied er zo'n 1000 jaar uit. Ja, dat klopt Renate. Zo'n toer zit hier lien. Hier is geen vietten, hier is geen sletten. Dus ja, het wetter koek gewoon je kant op en bleur al die gewoon lezen. En sterker nog, zelfs uit de Friese Waarden, wat heegeleid, kwam het wetter deze kant uit. Dus het weer gewoon echt somtrowierd. Ja, dat merken we. En we hebben het over het Veenweidegebied. Hoe ontstaat veen? Nou, veen ontstaat je als je thuis plantenresten of blaadafval dat doe je in de compostbak, dan onder invloed van zuurstof, dan vertarret dat. En na je skofketiert, ga je dus gewoon compost in de bak. Maar onder dit soort weird omstandigheden, als een plant deurgeert, dan blijft het gewoon in feite lissen. Het vertarret net. En het ier erop, als we nieuwe planten groeit, die derde planten, die komen weer op die oren te lezen. En zo gaat het ier op ier terug, zodat je op een gegeven moment een heel pakket veen hebben. He, dat zijn in feite al die derde plantenresten die op elkaar stapeld binnen en die op een gegeven moment wat indrukt worden. Zelfs dit veenlaag. Zo, dat is wel heel weerdje, hè Johan? Ja, het wierd die het vierste te weerd, een koken je net steen en om toch ja, landbouw mogelijk te maken. Gewoon meestal al je greppels en sletten te graven om het wetter kwijt te rijden, he, om het toch droger te maken. Zie Renate, dit is nou veenmos. En dat veenmos, dit kwam vroeger, meer toen heel volle voor in het Veenweidegebied of in het veengebied van Friesland. Als je erin kniepst, het kan heel veel wetten. Hartstikke weerd, ja. Het kan heel veel wetten vasthouden, dus het houdt zichzelf op die manier in stand. Kijk, nou, spoors. Een soort spoors, precies ja. Nou, en deze laag, dit stierre dus al, en er kwam dus weer een orenplantenlaag doorheen. En zo ontstaan dus het veen. Ik ga hier, ik lees het even del. Ik ga hier dus een stukje veen, ik als het goed is, zitten de plantenresten zitten er al nog in. Zie, ik ga hier stukjes rijt, ja. Zit hier bijvoorbeeld nog in, hè? En orenstukken plantenresten zitten in dat veen nog. En toen winnen we weer in het Joerduistige Veenweidegebied. Maar Johan, hoe kan het dat ik hier al leeg steen? Nou, terwijl het meesten dus al die sletten en al die vietten gaan groeven, kwam het veen droeg te steen en daardoor gebeurde eigenlijk hetzelfde wat bij jou thuis in de compostbak gebeurt. Dus het veen begon te vertarren en het veen verdwoen dus en het begon te zakje. Nou, als je dat wetter, dat moest op een gegeven moment moest dat dus voort en op een gegeven moment slaggen dat net meer om dat gewoon voort te krijgen. Dus moesten we wat oors betinken. En daarom begon men dit soort windmoen te bouwen om het wetter voort te melden. Maar op een gegeven moment kwam die windmolen dus echt te heeg te lezen, omdat het veen zakken. Dus er waren weer nieuwe technieken. Men kon gemaal bouwen, zo dat hokje wat we hier achter zitten, dat is een gemaal. Er zit een pomp in, dat pompt het wetter in feite voort. Maar het moest wel leger gebouwd worden, want de molen stiert te heeg, dus kwam dit. Maar uiteindelijk kwam dus echt dat gemaal te heeg te lezen, omdat het veen nog verder zakken. En moest men op hetzelfde plak weer iets oors bedenken. En bouwde men weer een nee gemaal, maar dan nog weer op een nog wel lege plak. En dat is dit, Joerdijkstige gemaal is dat. Dus eigenlijk is het een soort viertrapsraket. Ja, waarbij we steeds vierder zakje. Die boaiem, die zakken dus, maar hoe nou verder in de toekomst? Ja, die boaiem die zal, zolang er nog veen is, zal die boaiem verder met blauwe zakken. Dus dat proces gaat gewoon trouw. En dat hebben we hier met dit schaalmodel, waar we dat even demonstreren. Van, dit is het Veenweidegebied en de boaiem die zal steeds verder zakje. Just? Zo. En voor de landbouw levert het net zoveel problemen op. Die kennen prima mijn borkje nog, verder, op dat zakkengroen. Maar er zijn wel andere kniepenpunten die ontstaan daar terug. Maar wat nou als we het veen behouden willen? Ja, als we het veen behouden willen, dan zijn we toch weer dat meidje matten. Kan je weer het schaalmodel van het veengebied. Dan zijn we toch zorgen maar dat het veen weer belieuwt. Dan zak het net verder. Maar dat budget wel, dat we misschien wat een andere vorm van landbouw dan matten. Of dat we misschien kozen voor recreatie matten ziekje. Dus wat gaan we doen? Wat bad er nou op dit stuit? Nou, mij het project Veengerijdenvisie, Sjurven, mij Wetterskip, mijn gemeente, mijn andere partijen, maar ook met de burgers in de streek, naar de toekomst van het Veengerijdengebied. Hoe komt het Veengerijdengebied er in de toekomst uit te zien? En dat wil misschien allen dat uitvinden. Dus jou en mij denken, en wil je meer informatie over de Veengerijdenvisie, dan kan dat toch te zien op friesland.nl/veenweidegebied. Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief of laat een reactie achter. Denk mooi!